Ik heb meegedaan aan het wijktoernooi en dat vond ik heel geweldig. Het was de eerste keer dat ik weer na anderhalf jaar buiten kwam. Ik voelde me net een kind op schoolreisje was. Fantastisch. We hebben de afgelopen 4 weken de Bosseboels Petanque Wijktoernooi georganiseerd. Omdat we enerzijds de petanquesport onder de aandacht willen brengen. Maar anderzijds ook de kracht van petanque willen inzetten om mensen nieuwe sociale contacten te laten opdoen. En binnen de wijken sociale cohesie te bevorderen. Ik heb meegedaan aan het wijktoernooi. En dat vond ik heel gezellig. Je leert weer andere mensen kennen. In 1 wijk hebben we zelfs 2 deelnemers en zijn samen 177 jaar oud. Stichting Met Je Hart zet zich in voor ouderen die zelfstandig wonend zijn, maar die kampen met eenzaamheidsgevoelens. Brabant Sportfonds heeft 1 van de pijlers eenzaamheid onder ouderen en nou, daarvoor zijn wij benaderd. Ja, dat we hier nou staan, daar ben ik echt ontzettend trots op. We gaan na Den Bosch, gaan we ook aan de slag in de 4 andere grote steden, dus Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond. En dat moet eigenlijk een blijvend toernooi worden, dat elk jaar er in al die steden gejeudeboeld kan worden. Dat we uiteindelijk honderden, misschien wel duizenden ouderen in Brabant mee laten doen in de samenleving. Dat betekent voor mij eigenlijk heel veel, want je bent er een avondje uit en je komt weer andere mensen tegen. Want eerst zat het ook maar tussen 4 muren. Mensen zijn zo blij om er weer op uit te mogen en dat is heel mooi. Er zijn mooie verbindingen ontstaan. Ja, en dit is gewoon een ontzettend goed voorbeeld van hoe wij Brabant echt sterker kunnen maken door sport. Ik ben hartstikke trots. Ja, op naar volgend jaar. Ja.